En toen stond de dood weer voor de deur. Bij ons allemaal in het leven komt weer dat moment dat de dood voor je deur staat. Onverwachts of verwacht. Opeens is daar dat moment onomkeerbaar. Het is voorbij. Hij is dood. Gisteravond heb ik Bodhi, mijn trouwe viervoeter, moeten laten inslapen. Na 3 weken hoop, 2 weken hoop en operaties. Even naar huis gaan en toen weer weg. Uiteindelijk had hij een door het vele braken. Mijn kat die kreeg wat zeldzaam gebeurd. Is dat er in zijn slokdarm littekenweefsel vormde van het vele braken en de verslikking. En stond eigenlijk een verdikking en littekenweefsel waardoor hij niet meer kon eten. En dan is het klaar. Na een week van ook wel onderhandelen en woede en trauma en angst. En ja, zitten we nu in een fase van aanvaarding. Oh, er niest even iemand hier. Ik heb nog een die niet helemaal lekker is. Maar de dood staat bij iedereen opeens voor de stoep. En hoe ga je daarmee om? En mijn ervaring met de dood is... ik heb veel ervaring met de dood. En ergens vind ik dat fijn. Want ik weet wat me te wachten staat. En als jij geen ervaring hebt met de dood... en je weet niet wat je te wachten staat... dan is het eng, dan is het spannend... Ik heb ervaring met mensen die overgaan. Dus mensen die het lichaam verlaten, om het zomaar te zeggen, als je daarin gelooft. En ik heb ervaring met dieren die overgaan. Beslissingen moeten maken. Dat zijn een van die de moeilijkste dingen. Beslissingen maken. Ik was gisteren op een afscheidsfeest van een vriendin van mij die een maand geleden is overleden. En iedereen dacht dat ze eigenlijk nog wel tijd had. Maar wat van 6 maanden ging naar 3 maanden, ging naar 2 weken, ging naar 1 dag. Het ging razendsnel. En zij moest een keus maken. En ze zei, ik ga het weekend niet redden. Ik ga niet nog 2 dagen zo door. Ik heb veel te veel pijn. En dan moet je een keus maken. Een keus die niet terug te draaien is. De dood. Euthanasie. En je verlaat je lichaam. Ik geloof in reïncarnatie en ik geloof de kat die ik heb laten overgaan, om het zomaar te zeggen. Die is al eerder bij me geweest. Hij en ik, dus een goddelijke liefdesband. Wij waren zo'n eenheid en we mochten 2 jaar eigenlijk bij elkaar zijn. Maar het moment dat we elkaar zagen, om het zomaar te zeggen, dat was een en al herkenning. En het raakte me in mijn hart en ik wist dat we bij elkaar moesten zijn. En dat hebben we gedaan tot het laatste moment. En ik heb... hulp geroepen, ik heb hulp ingevraagd. En helaas hebben ze niet de adequate hulp gegeven die nodig was. Misschien had hij nog geleefd, maar dat is nu. En dat soort vragen kunnen we ook hebben. Hè? Waarom? Waarom gebeurt dit mij? Waarom is dit zo? Wat heb ik iets fout gedaan? En dan gaat je mind, je gedachten, die gaat de tijd terug en die gaat dan alle stappen doorlopen. Heb ik het goed gedaan? Is het goed gegaan? Hadden we iets anders kunnen doen? Ja. Maar tot op de dag van vandaag is dit de uitkomst en heeft het eigenlijk geen zin. De wat als vragen. Maar toch zijn ze er, ook bij mij. Ja, ik was bij mijn dierenarts. Als mijn dierenarts gewoon een foto had gemaakt, dan had hij meteen kunnen opereren, was het niet gebeurd. Maar misschien was er iets anders gebeurd. Maar mijn dierenarts heeft die foto niet gemaakt. Wat uiteindelijk resulteerde dat ik zaterdag op de spoed was. Wat resulteerde in complicaties. Het aanvaarden van het rouwproces, het aanvaarden van de dood, is vaak ook iets wat niet het makkelijkste. En ik heb het even voor me staan. De 5 fases van rouw, ik heb dat in een ander filmpje ook wel beschreven. Nee, er zijn Elisabeth Kübler-Ross, was stervensbegeleidster. En zij heeft uiteindelijk bij zoveel sterfgevallen gezien, bij mensen die gingen sterven of mensen die iemand hadden verloren. Dan zijn er 5 fases. En de eerste fase is ontkenning. Het is niet waar. Het is niet waar. Iemand komt terug. Nou, ik zeg het eigenlijk ook. Ik zeg, Bodhi, die komt eigenlijk gewoon bij me terug in een andere kat. Maar ik weet gewoon dat het zo is. Want ik heb dat met mijn vorige kat ook gedaan. Dat ik tegen haar zei, kom je terug. En een maand later, toen zij stierf, is Bodhi geboren. En een jaar later kwam Bodhi bij mij terug. Bij mij.
En ik weet dat die twee, ja, dat is gewoon een prachtige ziel. Dus de eerste fase is ontkenning. Ik weet nog wel, toen mijn vader dood was, dat ik ook dacht, hij kan elk moment weer thuiskomen. Dat gevoel van, het is niet waar. Iemand komt weer terug, iemand komt weer thuis. Het is niet waar, ontkenning. En dan komt die woede. Net zoals ik zoiets heb, ja, ze hebben gewoon verkeerd gehandeld. Ze hebben gewoon echt verkeerd gehandeld. En dat moet ik ze wel vertellen. Ik stond gisteren, ik belde, ik zei, ik wil een gesprek met jullie, ik ben ontevreden. Ik wil dat jullie nu onderzoek gaan doen naar die keel. Ik zeg, jullie tillen dit maar over de tijd. Jullie kijken naar het verkeerde. Dit is er aan de hand. Onderzoek dit nu. Dat hebben ze gedaan. En 2 uur later mocht ik de keuze maken. Het is voorbij. Anders hadden zij nog 2 dagen gewacht. Woede. Ja, verdorie. Waarom hij? Waarom is hij dood? De boosheid van het gemis. Fase 3 is onderhandelen. Je gaat onderhandelen. Onderhandelen. Zal ik nog even goed kijken wat ze daarmee bedoelen. Ja, je probeert, het is allemaal niet waar. Hè? Het is, je probeert het allemaal te verzachten. Hè? Dat ik ook zeg, het is oké, maar het is onwijs pijnlijk. Ik heb net zitten huilen. En dan denk ik, ja, nou goed, hij is dood, hij is weg. Ik weet hoe dit is en we gaan verder met ons leven. Maar rouwverwerking, als iemand doodgaat, of het effect je hele leven, of een deel van je leven, of niet je leven, of... Het heeft ergens impact op je, maar rouwen is iemand verliezen, is een rouwproces. Fase 4 is depressie. Je voelt je machteloos, je voelt je niet begrepen, je trekt je terug. Ja, heel veel mensen gaan in isolement, ik doe het wel zelf. Fase 5 is dan aanvaarding. Ja, het is, je gaat weer verder met je leven. Ja, dit was het dan. Wat ik ken in mijn leven is dat de dood er abrupt is. En dat kan er zijn. De dood kan er op de een of ander moment zijn. Je wordt gebeld, iemand is dood. Of je gaat met iemand een fase in dat iemand gaat sterven. Hoe ga je daarmee om? Hoe bereid je jezelf? Ik heb de afgelopen 2 weken eigenlijk een proces gehad waarin ik voorbereid ben op de dood. Elke dag zeiden ze me dat hij dood ging. Elke dag was ik in paniek, in angst. Gaat hij dood? Gaat hij dood? Gaat hij dood? En uiteindelijk moest ik de keuze maken. Ik laat hem nu gaan. En het was het mooiste afscheid ever. Ja, ik kwam lekker op mijn schoot zitten, op zijn lievelingsdekentje. En ik zei, je gaat lekker slapen. Hij begreep het, hij hoorde het, hij was er klaar voor. Hij ging bij me zitten. En hij is gewoon niet meer weggegaan. En we hebben heerlijk afscheid genomen. En hij is gaan slapen. Hij is overgegaan. Ik geloof in lichaam, geest en ziel. Ik geloof dat wij een bezielde lichamelijkheid zijn. Ik geloof dat wij mensen zijn met een ziel, met een denkvermogen en een ziel. En denken, wat ik net zei, van dat denken kan gaan nadenken over wat is er allemaal gebeurd en heb ik het wel goed gedaan. En, ontkenning, woede, onderhandelen, depressie, aanvaarding. Dat zijn al die dingen eigenlijk van het denken. De ziel die voelt dan rust, eenheid, liefde. Ik ging gisteren weg. Of hij was eigenlijk, had zijn lichaam verlaten. En ik voelde zoveel liefde en warmte. En zoveel kracht in mijn hart. En dat vind ik altijd gewoon zo bijzonder. Als iemand doodgaat. Dat ik de liefde in mezelf kan blijven voelen. Voor degene die weggaat. De dood is een afscheid in het hier en nu. In het fysieke. En als je gelooft in de ziel, dan is er die verbinding op zielsniveau, die is er altijd. En het maakt het niet makkelijker in het denken of in het gevoel. Maar wanneer dat voelbaar is, ik rook net eigenlijk hem. Ik zei, ben je hier? En dan hoor ik ja. En dan is het echt zo, laat het los. Laat het los wat er allemaal is gebeurd. Het is goed zo. En ik kom terug, dat zegt hij zelf ook. En ik heb zo'n 1-2'tje met mijn katten. Als ze jong sterven, dan zeg ik, kom gewoon lekker terug. Ik heb veel katten in mijn leven gehad. Ik ben opgegroeid met katten. Ik ben gek op katten. Ze zijn onderdeel van mijn leefstijl, van mijn leefwijze, van mijn leven. Ik heb altijd leven in huis. Dus ze zijn een onderdeel van de frequentie waar ik me in bevind. De frequentie waarin ik leef. Altijd liefde, altijd knuffelen, altijd aandacht, altijd samen zijn. Altijd aanwezigheid was eigenlijk wat ik bedoelde in plaats van aandacht. Maar de dood. Er komt een moment in ons leven dat we er allemaal mee te maken krijgen. En hoe gaan we ermee om? En
Wat ik ook heel duidelijk heb geleerd toen mijn zwager doodging. Hij was 30, ik was 26, mijn zus was 28. En hij kwam in een nacht bij ons voordat zijn begrafenis was. En hij zei tegen mijn zus, beloof je dat je ooit weer zo gelukkig gaat worden als je was met mij? En dat is, vind ik, een heel mooi iets. Iemand is dood, maar dat betekent niet dat jij je leven moet opgeven. Want dat is niet de essentie dat iemand doodgaat. Een deel van jou kan sterven, een deel van jou is zo in pijn. Maar de dood is hier en het is een wedergeboorte voor de ziel. En dat is wat mijn begeleider Audialis die zei, het is een wedergeboorte voor Bodhi. Hij mocht gaan en hij liet me de zon zien. De dag ervoor zag ik hem en zijn lichaam was nog in het licht en hij zei, ik wil rust. En ik zag hem de dag daarna en hij zei, de zon. Toen dacht ik, je bent klaar om te gaan. Jij mag naar de zon. Je gaat niet naar mijn huis. Je gaat niet naar mijn thuis. Jij mag naar de zon. Geloven in de ziel en samenwerken met de ziel geeft mij wel ruimte. En maakt het makkelijker voor mij om met de dood om te gaan. En toen ik klein was, ik had 3 opa's en oma's. Dus toen zijn ze, om het jaar ging er wel iemand dood. Of om de 2 jaar. En elke keer als iemand doodging, voelde ik de ziel. Ik voelde de energie. Dus ik heb mijn hele leven dat besef dat ja, iemand gaat uit zijn lichaam. Maar dan is er iets anders nog waar ik mee verbonden kan zijn. Wat heel mooi voelbaar is. Dat is wat ik jou ook gun. De dood is in dit moment, in deze tijdslijn. In het fysieke is het even afscheid. Maar op zielsniveau is die liefde er constant eeuwig voor altijd. En om dat te kunnen, om dat te beseffen, om dat te ervaren, dat is echt wel een godsvermogen, echt een cadeau. En dat maakt het echt draaglijk. Ik ben niet iemand die een geloof heeft. Hè. Ik ben niet iemand die bewijs van in God gelooft als in een geloof. Maar ik geloof wel in God, in de bron, in het collectief, in de ziel. Ik geloof in de mens, dat de mens, wij een ziel zijn en een zelfhelend vermogen hebben. Net zoals dieren hebben een ziel en een zelfhelend vermogen. Alles wat leeft heeft een ziel, een boom heeft een ziel. Ja? Alle dieren hebben een ziel, bomen hebben een ziel, mensen hebben een ziel. Zielloze mensen, dat is weer een heel ander gesprek. Ik geloof er niet echt in. Ik weet dat bestaat, maar ik geloof niet in zielloze mensen. Ik geloof eigenlijk dat mensen bezield zijn en hier om een reden op aarde zijn. Dus de dood, geef jij jezelf tijd om te rouwen, om te helen, om in die depressie te raken, om het even niet meer te weten. Ik was donderdag helemaal in paniek, moest keihard huilen, dus ik ging daarheen. Ik zeg, kan iemand me gewoon even helpen? Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. En toen zei ze, ja, geef het nog even tijd. Ik zeg, ja, maar het voelt gewoon voor mij alsof het klaar is. Dus ik voelde het in mijn systeem. Intuïtief voelde ik, er is geen hoop meer. Ik kan geen hoop hebben, het is klaar. Jij voelt zoveel, jij weet zoveel, durf je er naar te luisteren. Want de dood is dat moment waarop je eigenlijk niks meer kan met een ander in het menselijke. Dus stel dat jij voelt, ik moet even iemand bellen, ik moet nog even tegen iemand iets vertellen, ik moet nog even met iemand iets uitspreken, ik wil nog iets delen. Ik wil mijn liefde tonen, of mijn respect, of mijn waardering, of ik wil graag nog even me uitspreken. Wacht niet op morgen. We weten niet wat morgen brengt. En het leven kan elk moment omslaan en ik nodig je uit om niet zo te leven. Ik nodig je uit om in liefde en vertrouwen te leven. Maar er komt dat moment en dan staat de dood voor je deur en wat doe je dan? Toen ze me zei dat ik eigenlijk afscheid moest nemen, 2 weken geleden, toen ging het licht uit. Ik voelde niks meer. Gewoon, ik voelde helemaal niks meer. Ik werd blanco. Nou, dat is niks voor mij. En ik heb in de afgelopen 2 weken alle emoties mogen doorvoelen en dan echt met een vergrootglas op. Big time door de angst. Big time door de paniek. En vol in de liefde en vol in het vertrouwen en nu, in alle rust, kon ik afscheid nemen. En dat afscheid is zo belangrijk, dat je het doet op jouw manier, met een dier, met een mens, met jezelf.
Ik heb kaarsjes meegenomen. Ik deed de muziek aan. Ik had zijn lievelingskleedje mee. Ik had mijn kristallen bij me. Die had ik ook allemaal al in zijn hok gelegd hoor. Ik had alles. Hij had van alles van me bij zich. Afscheid nemen is heel belangrijk om voor jezelf helder te hebben. Hoe wil je afscheid nemen? Wil je nog iets zeggen? Hoe wil je dat doen? En je wordt er beter in als je het vaker doet. Het is heel gek, maar als je afscheid moet nemen van je kind, of je vader, of je moeder, of je partner, een vriend of vriendin, of een geliefde of een dier. Neem de tijd om afscheid te nemen. Hou je niet in. Doe wat jij het allerliefst wil doen. Maak rituelen, doe wat belangrijk is voor jou. En zo stond ik gisteren dus op die verjaardag, op het feestje bij die vriendin van mij in huis. Met allemaal leuke mensen daar. Lekker eten, lekker taartjes, lekker soep. Allemaal veel plezier. Het leven was daar in huis. En er was een moment dat ik haar compleet voelde door mijn hele systeem. En ik voelde dat ze echt iets heel duidelijks aan mij te vertellen had. En ik luisterde daarnaar. En keer op keer hoorde ik haar. Hoorde ik de boodschappen die ze me wilde vertellen. En dat kan jij ook. Als jij luistert naar je gevoel en als het stil wordt om je heen, dan kan je communiceren met hen die over zijn gegaan. Alleen je moet die stemmetjes vertrouwen in je hoofd. Durf je die stemmetjes te vertrouwen in je hoofd? Toen Bodhi tegen me zei, ik zei, wat heb je nodig? En toen zei hij, rust. Dacht ik, wat betekent dat dan? Moet ik je meenemen naar huis? En toen ik hem een dag later zei, zei ik, wat heb je nodig? Dat hij zei, de zon. Ja, je mag gaan. Wat heb je nodig? Als iemand doodgaat, kom je in een proces. Wat soms heel lang kan duren, met verschillende fases. En soms ben je er ook kort mee, omdat je het vaak hebt meegemaakt. Dan weet je hoe het werkt. En je weet, ik moet het leven weer oppakken, ik moet mijn dingen weer doen. En ik nodig je zo uit om dicht bij je gevoel te blijven. Om niet je gevoel te, om niet te verharden, om niet te verstillen, maar om te blijven verzachten in je pijn. In het gemis, in het verdriet, in alles wat het met zich meebrengt. De dood heeft een andere kant. Zoveel te leren. Zoveel lessen te leren. De dood is een groot leermeester. En het geeft ons de mogelijkheid om te genieten van elke dag. En ik besefte me gisteren weer hoe gelukkig ik was in de afgelopen 2 jaar met die kleine aan mijn zij. En dan denk ik, ja, helaas, het was maar 2 jaar. Maar elke dag was een fantastische dag. Ik heb geen spijt. En dan kom ik in die onderhandeling. Ik wou dat mijn dierenarts beter had gehandeld. Dan was hij er misschien nog geweest. Maar hij is er niet meer. En dat is de aanvaarding. En de pijn, daar moet ik doorheen. En dat kan ik. Want ik kan aanwezig blijven in die pijn. En die pijn is er niet 24 uur. Die pijn komt en die gaat. Die pijn komt en die gaat. En op een gegeven moment wordt het minder. De pijn wordt minder. En het missen van iemand kan blijven. Maar blijf met iemand in gesprek. Laat iemand leven binnen in jou. Blijf met iemand praten. Er komt een moment, dan staat de dood weer om de hoek bij ons allemaal. En op een gegeven moment staan we zelf voor die keuze om te sterven. Het lijkt me een prachtig moment om mijn lichaam te verlaten en op te gaan in het grote geheel van liefde. Voor mij is het waarheid. En ik ken veel mensen met bijna doodervaringen die precies datzelfde zeggen. Ik heb het zelf meegemaakt, vele anderen. Vele in ayahuasca ceremonies. Zoals de dood voor je neus staat. Met een glimlach kan je dit lichaam verlaten. En je wordt opgenomen in een energie van liefde. Iedereen die doodgaat, gaat naar een plek in rust en liefde. En soms is dat een betere plek dan hier op aarde.
Soms is dat een betere plek dan hier op aarde. Onthoud dat. Ja, neem de tijd om te gaan met trauma, met shock. Acceptatie van de realiteit, de waarheid. Soms keihard. Vreselijk. Maar je komt er doorheen. Je kan het. Ik kan het. Ik heb het heel vaak gedaan. Het is vreselijk pijnlijk. Maar je komt er doorheen. En dat hoor ik van iedereen. Die wie dan ook verliest. Een kind, een partner. Een deel van zichzelf. Je komt er doorheen. Want hoop doet leven. En liefde is leven. En in de naam van de liefde eren we elkaar, waarderen we elkaar. En in de naam van de liefde is er... We zijn hier op aarde om te leven. Dus we proberen er het mooiste van te maken met alles wat er is. Alle pijn, alle liefde, alle angst, alle verdriet, alle boosheid. Ja, op naar de liefde. Altijd de liefde. Altijd in de liefde blijven. Dat is de enige les die Bodhi mij leert. En het enige wat hij mij heeft gegeven is liefde. Dus ik ga verder in liefde. Ik heb geen andere keus dan hem te eren in de liefde. Hij was echt te gek. Te gek. Dus bij deze, alle liefde. Voor altijd en voor eeuwig. Iedereen sterkte met het proces van de dood, het proces van rouw en verlies, afscheid. Als ik je kan helpen met een idee voor afscheid, dat ik je mag begeleiden met afscheid. Ik heb ook veel moeders begeleid die kindjes moesten loslaten bij 20 weken. Het zijn soms moeilijke keuzes, maar met mooie rituelen maak je er iets moois van, iets van jezelf, iets om te blijven herinneren. Blijf dat doen. Dit voor nu. Tot de volgende keer. Dank jullie wel voor alle steun, alle liefde. Financieel ook. Dank je wel voor al jullie steun. En, helaas was genezing op aarde niet meer mogelijk. Alleen de terugkeer naar huis. En dat is ook een mooie plek om te wonen. Het is een mooie plek om te zijn. Dank jullie wel.